Voormalig Frans kampioen Roger Lapébie was eind 1938 de held in Frankrijk. De renner die 2 jaar voordien glansrijk de Tour had gewonnen, was de referentie. Hij werd zelfs opgetrommeld om te helpen in een rechtszaak. Op 17 juli 1937 is Rachel Renard dood aangetroffen. Ze bleek vermoord te zijn. En een boerenknecht werd al snel als dader aangewezen. Hij werd beschuldigd. Getuigen hadden de man evenwel op 38 kilometer van het misdrijf een uurtje eerder gezien. En aangezien de boerenknecht geen wagen had en hij zich moest verplaatsen met de fiets, leek deze getuigenis hem vrij te pleiten. Hoe kon de niet geoefende man op 38 kilometer van de plaats van het delict zijn aangetroffen? En om dat te bewijzen heeft de rechtbank Roger Lapébie opgeroepen. Ze hebben Lapébie gevraagd om zo snel mogelijk die 38 kilometer af te leggen. En Lapébie deed dat in 75 minuten, 1:15. De boerenknecht leek vrij uit te gaan, hij leek de vrijspraak te bekomen, maar helaas. Hij kreeg niet de doodstraf, maar werd wel veroordeeld tot levenslang. Vive le vélo en tot morgen. Greg LeMond zorgt in 1986 voor de eerste Amerikaanse eindoverwinning in de Tour. LeMond heeft naast de liefde voor de fiets ook een voorliefde voor het buitenleven en gaat in 1987 kort voor de Amstel Gold Race jagen op kalkoenen. Zijn medejager hoort iets in het struikgewas en hij schiet. En Greg LeMond die zakt achter die struik door zijn knieën. Hij verliest de helft van zijn bloed en wordt per helikopter afgevoerd. Naar schatting zijn er zo'n 35 hagelbolletjes in zijn lichaam achtergebleven. Dus als Greg LeMond tegenwoordig door een metaaldetector stapt, gaat het alarm af. Na het jachtincident zal Greg LeMond wel nog 2 keer de Tour winnen en wereldkampioen worden. Vive le vélo en tot morgen. In 1936 trekt voor het eerst een Nederlandse ploeg naar de Ronde van Frankrijk. In die ploeg zit Theo Middelkamp. Hij wilde eigenlijk niet naar de Tour, want heeft gehoord dat daar niks te verdienen is. Daarboven heeft hij nog nooit een berg gezien en is hij de Franse taal niet machtig. Maar Theo laat zich overhalen en waagt zich aan het avontuur. In de eerste etappe naar Lille rijdt hij in een kopgroep van 16. Hij is veruit de snelste in die groep, maar heeft gehoord dat de aankomst in Rijssel ligt. Als de kopgroep het plaatsnaambord Lille passeert, blijft hij achteraan de kopgroep hangen. Tot verbazing van Theo beginnen de mannen te sprinten en dat vindt hij vreemd. Hij denkt dat het om een lokale premie gaat. Maar het gaat wel degelijk om de ritzege. Middelkamp wordt 16e en laatste van de kopgroep en mist ook de gele trui. Hij wint in die Tour wel nog een Tour-etappe, de Koninginrit. Het zou de allereerste Nederlandse ritzege worden in de Tour. In 1951 neemt Theo Middelkamp afscheid van de wielersport met de volgende woorden. Ik heb eigenlijk nooit graag gefietst. Vive le vélo en tot morgen. In de Tour van 1947 beleefde René Vietto de schrik van zijn leven. 3 kilometer voor de top van de Tourmalet stort vlak achter hem het kleine vliegtuigje van L'Équipe neer. Vietto had tijdens de Tweede Wereldoorlog 3 grote veldslagen overleefd en liet nu toch nog bijna het leven door een luchtaanval. Dankzij overwinningen in Brussel en Digne droeg hij bijna de hele wedstrijd de gele trui, maar op het moment van de waarheid schoot René Vietto tekort. In de voorlaatste rit, een tijdrit van 134 kilometer, verloor hij 6,5 minuut. De eindwinnaar van de Tour van 1947 was de Breton Jean Robic. Robic die 3 jaar later ook de allereerste wereldkampioen veldrijden zou worden. Vive le vélo en tot morgen.
In de Tour van 1911 rijdt Paul Dubocq alleen aan de leiding over de Tourmalet. Hij lijkt op weg om de Tour te winnen, maar bij de bevoorrading in Argelès neemt Dubocq van een onbekende een fles aan. Hij drinkt een paar gulzige slokken en begint over de weg te zwalpen. Dubocq valt op een rots en blijft liggen. Hij is vergiftigd, krijgt vreselijke krampen en verliest het bewustzijn. Een toeschouwer herkent de geur van de inhoud van de fles. Het is rattenvergif. In Bayonne bedreigen supporters van Dubocq de nieuwe leider Gustave Garrigou. In Rouen worden pamfletten uitgedeeld om Dubocq te wreken. Desgrange vreest dat het publiek Garrigou zal lynchen. Hij besluit de leider in de koers te vermommen. Met een hoed op en een opgeplakte snor en omringd door een gewapende escorte loodst hij Garrigou door Rouen. Garrigou wint de Tour. Dubocq wordt vierde, maar is de morele winnaar van die Tour van 1911. Vive le vélo en tot morgen. De Belg Marcel Kerf start in de Tour van 1903 als isolé. Hij heeft geen masseur, geen mécanicien en geen logies. Om te overleven krijgen de eerste 50 in het klassement per dag 5 Franse francs om wat brood, wat kaas en af en toe wat vlees te kopen. Drinken moeten ze aan de dorpspompen. En ze moeten die dorpspompen volgens het reglement zelf bedienen. Een isolé slaapt meestal bij boeren in hooibergen of in een huis bij supporters. Uiteindelijk finisht Kerf na onvoorstelbare ontberingen als zesde in Parijs. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kamperen 25 Duitse soldaten in de buurt van Voeren, zijn woonplaats. Kerf pakt zijn motor en wil eens gaan kijken naar die kampen. Hij wordt gevangen genomen en zonder enige vorm van proces opgeknoopt. Met de strop om zijn nek schreeuwt hij om hulp en de Duitsers besluiten om zijn tong af te snijden. De wreedheden van de Eerste Wereldoorlog. Marcel Kerf wordt amper 48 jaar oud. Vive le vélo en tot morgen. In de Tour van 1950 is een bijzonder zware bergrit gepland. Na de beklimming van de Aubisque en de Tourmalet staat ook nog de Aspin op het programma. De Italiaanse topper Gino Bartali maakt deel uit van de kopgroep. Maar Bartali is niet zo geliefd in Frankrijk. En hij wordt uitgejouwd als hij naast Jean Robic en Louis Saint-Bobin voorbij komt. In de opgefokte meute gaan vuisten en stokken omhoog. De renners haken in elkaar en vallen. Bereidwillige handen trekken Robic en Bobin weer overeind. Vijandigen beginnen op Bartali in te slaan. Gino ziet een paar mensen zelfs met messen zwaaien. Hij begint trillend aan de afdaling, maar beneden in Saint-Gaudens wint hij wel de sprint. Bartali beslist om uit de Tour te stappen. Tourbaas Jacques Godet probeert hem nog te overtuigen, maar de fiere Toscaan is niet te overtuigen. Hij stapt gewoon uit die Tour. Gino Bartali, grote mens, tweevoudig Tourwinnaar. Die rit gaat de geschiedenis in als de etappe van de lange messen. Vive le vélo en tot morgen. De Fransman Maurice Garin wint in 1903 de allereerste ronde van Frankrijk. Ook het jaar erop doet hij een gooi naar de zege. Garin, een schoorsteenvegertje van 1,62 meter, kettingroker en verslaafd aan rode wijn. Al in de eerste rit slaat hij toe. Hij wint de etappe tussen Parijs en Lyon en staat die koppositie niet meer toe. Garin wordt in Parijs uitbundig verwelkomd door vele enthousiaste mensen. Maar enkele maanden later volgt de ontnuchtering. De commissarissen voeren samen met de Franse Wielerbond een uitgebreid onderzoek en beslissen eind november om maar liefst 29 renners uit de uitslag te schrappen, onder wie de eerste 4 in het klassement. De toerleiding baseert zich daarvoor op ooggetuigen. Zij hebben heel veel renners de trein zien nemen. Op die manier wordt Henri Cornet nog uitgeroepen tot de eindwinnaar van de Tour in 1904. Garin, die blijft tot aan zijn dood in 1957 ontkennen dat hij ooit de trein heeft genomen. Vive le vélo en tot morgen.
29 jaar geleden, in 1984, won voor het eerst een Zuid-Amerikaan op Alpe d'Huez. Luis Herrera kwam als leider van de Colombiaanse nationale ploeg naar de Tour. Herrera was tuinman van beroep. 1,70 meter groot en amper 56 kilogram zwaar. Herrera groeide op in de buurt van Bogota, in een klein dorp op 1500 meter hoogte. Om naar school te gaan moest de kleine Herrera vanaf zijn 11e elke dag een bergrit rijden. Later reisde hij met een mand met door zijn moeder geteelde bloemen naar de hoofdstad Bogota op 2600 meter hoogte. Een hoogteverschil van 1100 meter. Daar legde Herrera de basis voor zijn overwinning op Alpe d'Huez. Toen hij als een rijke man terugkeerde naar Colombia, werd hij een paar keer ontvoerd. De tweede keer probeerden zijn ontvoerders hem te verkopen aan de rebellen van de FARC. Maar aan Herrera wilden de rebellen hun handen niet verbranden. Hij kwam met de schrik vrij. Vive le vélo en tot morgen. Terwijl Lucien Buyssen in de Tour van 1926 in de legendarische rit van Bayonne naar Luchon naar de overwinning rijdt, zien de andere renners af als de beesten. Het vertrek in Bayonne is om middernacht. Het regent, het hagelt en het sneeuwt zelfs. Gustave van Slembroek uit Oostende, hier met de sigaret in de mond, draagt de gele trui. Staf rijdt een eerste keer lek. Met vervroren vingers krijgt hij een tube, niet van het wiel. Een vrouwtje met een schotel warm water schiet Staf ter hulp. Hij kan zijn vingers ontdooien en een andere tube leggen, maar verliest wel 35 minuten. Dan komt de Père Sourde. Op de top is een controlepost opgesteld. Staf moet opnieuw van de fiets, maar geraakt er niet meer op. Henri Desgrange, de inrichter van de Tour, verplicht hem toch te starten, omdat hij de gele trui draagt. Staf van Slembroek komt met uren vertraging in Luchon aan en mag zijn gele trui vergeten. En hij kent nog meer pech in die Tour. In de 14e rit wordt hij van de sokken gereden door een wagen. Hij geeft de chauffeur van de auto een paar muilperen en springt opnieuw op zijn fiets. Hij zal helaas niet finishen in die Tour van 1926. Vive le vélo en tot morgen. Het is juli 1979. Op de Champs-Élysées is de menigte in feeststemming. Want het peloton legt de laatste kilometers af in de 66e ronde van Frankrijk. Vrouwen en vriendinnen, moeders en fans omhelzen de helden. Als het feestgedruis enigszins verstomd is, verschijnt een eenzame renner op de boulevard. 10 meter voor de finish krijgt hij de remmen dicht. Hij stapt van zijn fiets, knielt en kust de steentjes van de Champs. Dan heft hij theatraal zijn handen naar de hemel, tranen lopen over zijn wangen. Hij staat op en loopt de laatste meters naar de finish. Hij eindigt als rode lantaarn met een achterstand van 4 uur 19 minuten en 21 seconden op winnaar Hinault. De man is Gerard Schönbacher, een Oostenrijker, voormalig stuntrijder en profbokser. 6 jaar na zijn theaterstuk op de Champs-Élysées moet hij de wielersport vaarwel zeggen. In Melbourne wordt hij van de weg gemaaid. Het gevolg? Een schedelbreuk en een borstbeenbreuk. Schönbacher komt niet meer terug. Hij is 2 keer tweede geworden in de Ronde van Frankrijk. 2 keer laatste geworden, liever, in de Ronde van Frankrijk. Vive le vélo en tot morgen.